3 weken geleden zat ik hier ook. En toen zei ik je dat ik je een verhaal ging vertellen. Dat verhaal is nu geschreven. Ik wist het toen nog niet, maar het zou een waanzinnig avontuur worden. Dit is het verhaal van de keer dat ik dacht dat het een goed idee zou zijn om op de fiets naar Sicilië te rijden. Begon allemaal met regen. Heel veel regen. Niet alleen de regen die viel tijdens de eerste kilometers en dagen van mijn reis, maar vooral de regen die tot wateroverlast leidde. Regen die weken eerder al was gevallen. De Erft, de Aare en zelfs de Rijn, waar ik uiteindelijk gewoon doorheen ben gefietst, maakten de eerste dagen avontuurlijker dan ze hadden kunnen zijn, of dan ik verwacht dat ze zouden zijn. Die route kende ik immers al. Het was een avontuur, maar het ging goed, het ging heel goed, totdat mijn lichaam moeilijk ging doen. Ik had een verrekte spier in mijn kuit en het deed zo verschrikkelijk veel pijn dat ik gewoon niet door kon gaan. Ook al heb ik dat uiteindelijk wel gedaan. Ik schreeuwde het uit. Omdat het pijn deed, maar ook omdat ik dacht dat na 3 dagen al een einde zou komen aan mijn reis. Maar het werd beter. Heel voorzichtig aan en heel rustig aan kwam ik verder en verder. Langs de Rijn, langs de prachtige Rijnwatervallen en langs alle dorpen en steden en kastelen die zich aan dat water bevinden. Het was prachtig. En toen ging ik omhoog. De Alpen in, over 4 verschillende bergpassen, met bij elkaar op 1 dag 3000 hoogtemeters. Achteraf was het een wonder dat het gelukt was, op een gammele kuit. Maar het ging, en het was prachtig. En toen, op de Stelvio-pas, bereikte ik Italië. De eindbestemming van mijn reis. Alleen, ook het begin. Ik had er toen een week op zitten. En een rustdag, die absoluut geen rustdag mocht heten, zorgde voor een nieuw lichamelijk probleem. De pijn in mijn kuit was voorbij. Maar wat er daarna kwam, was misschien nog vervelender. De blaren die ik had opgelopen met een hikingtocht door de Zuid-Tirolse Alpen, begon meer en meer pijn te doen. Iedere trapbeweging die ik maakte herinnerde me aan die hiketocht. Uiteindelijk is het gaan ontsteken en heb ik er nog 2 weken doorheen moeten trappen. Maar dat ging. De grootste problemen waren dat niet, maar de hitte en alle gevolgen die die hitte had. 3 lekke banden. Een record. Meerdere dagen van boven de 40 graden. En heel veel haperende apparatuur. Ik kon mijn drone niet meer laten opstijgen. De navigatie op mijn telefoon haperde. Eigenlijk haperde alles op een bepaalde manier. Behalve ik. Ik was beter bestand tegen de hitte, zo bleek. En het ging. Het ging heel goed. Langs de kust en verschillende keren weer het binnenland in. Soms bedoeld en soms omdat er gewoon geen enkel hotel meer te vinden was. En dichter kwam ik bij de bestemming van deze reis. Sicilië leek eerst heel ver weg. Maar toen ik voorbij de helft was en steden als Rome en Napels door was, kon het eigenlijk niet meer fout gaan. En toen, na 18 dagen, was ik er. Ik kon het zien liggen. En het was maar 3 kilometer verder weg. Maar ja, ik moest wel met een boot. Een brug is er niet en... ja, dat door het water fietsen, door de Rijn fietsen, was me ook niet zo goed bevallen. Dus 3 kilometer heb ik moeten cheaten. Met de boot, met de veerboot. En toen was ik er. Het eiland dat de eindbestemming van deze reis vormde. Ik moest nog een stukje verder, want de symbolische eindbestemming was een actieve vulkaan. De Etna.
En dat gebeurde. Door alle prachtige dorpjes en langs de prachtige landschappen van Sicilië kwam ik uiteindelijk op het dramatisch mooie eindpunt van de reis. De Etna. Het was een hele klim. Maar uiteindelijk is het gelukt. Dit was episch. En zwaar. En uitzichtloos. En genieten en afzien. Dit was een reis die alles combineerde. Van de Rijn naar de Middellandse Zee. Van de Alpen tot de Etna. Van een verrekte spier tot een ontstoken teen. Afzien. Omdat dat stiekem precies is wat deze reizen zo mooi maakt. Alles geven om een einddoel te bereiken. In dit geval een actieve vulkaan. Tot het uiterste gaan. Omdat dat het uiteindelijk de moeite waard maakt. En oké, de gevoelens van trots en voldaanheid beginnen zo langzaamaan routinematig te worden. Natuurlijk weet ik dat dit een belachelijke prestatie is. Maar voor mijn gevoel heb ik gewoon een relaxte vakantie gehad. En misschien is dat precies de bedoeling. En dit is het. De symbolische eindbestemming. De Etna. Of in ieder geval ergens op de noordflank. De kraters zijn na een explosie een paar weken terug nog gesloten. En de weg daar is niet goed genoeg om op die fiets, deze fiets, naar boven te gaan. Dat was een keer reeds met een mountainbike. Niet getreurd, het uitzicht is fantastisch. En ik ben heel blij dat ik er ben. Nu is het alleen nog afdalen. Terug. Precies dezelfde route. Waar ik begonnen ben. Maar wat een fantastische reis was dit. En wat een eindbestemming. Dit land, maar vooral deze plek, is geweldig. En ik kom er zeker nog een keer terug. Dit was hij. Goed dat je hebt gekeken. En tot de volgende. Solution written on your hands, and the lies, they won't hurt you no more. Human kindness to serve you no more. Let's start a revolution. Start a revolution. Oh.